De eerste van vandaag is Tjitske Hoekstra. Zij staat op de 19e plek voor de SP. En wie deze dagen SP zegt, zegt eigenlijk maar één ding. Dat ene filmpje over Hans Brusselmans. Hans en zijn maatjes cashen 30.000 euro per maand. Dat is toch heerlijk? Ook ik moest wel even denken van, is het nou grappig? Ja, satire is altijd ingewikkelde humor. Maar het zet eigenlijk wel heel goed neer hoe wij kijken naar Brussel. Opgeslokt worden door al die landen en Brussel zelf. Nou, onze lijsttrekker zei ook van, had hij er maar niet zo op moeten lijken, hè? Frans Timmermans, daar kunnen wij ook niks aan doen. Ik vond de trekpop zelf wel geweldig, hè? De trekpop van Rutte, die een dag later al de trekpop Rob Jetten werd bij het wc doortrekken. Toen dacht ik, oh ja, die vind ik wel echt grappig. Maar het opslokken, het ziet er niet uit, maar wij worden opgeslokt als landen. En dat maakt ons ook erg Europees kritisch. Voelt je eigenlijk ook wel veel campagne deze dagen? Is het druk? Nee, het is niet druk. We hebben wel keurig geplakt. We hebben flyers gedeeld. We hebben 10.000 flyers besteld. Gaan ook de brievenbussen allemaal in. Maar je ziet dat het minder van binnenuit gedragen wordt. Want ook voor politici is Brussel dus heel ver weg. Ja, het zijn soms hele ingewikkelde onderwerpen. Of het komt ingewikkeld over. Je ziet dat het voor de media ook niet sexy onderwerpen zijn. Je krijgt er heel weinig voor terug. Die lobbyindustrie in Brussel, daar gaat zoveel geld in om. Dat beïnvloedt zo de mening. Dat de mening van de gewone mensen in huis er eigenlijk bijna niet toe doet. De tweede van vandaag is Emmy van der Klei. Ze staat op de vierde plek op de lijst voor 50+. En ze is geen onbekende in de politiek. Een paar jaar geleden zat ze voor de Partij van de Arbeid in de Lelystadse gemeenteraad. Er werd gestemd toen over Flevokust, de overslaghaven. Het werd een historische stemming, want zij stemde als enige van de partij tegen. Door deze stem zorgde de Partij van de Arbeid raadslid Emmy van der Klei er eigenhandig voor dat het project Flevokust gisteravond sneuvelde. Soms moet je geduld hebben en moet je werken met de kennis die je op dat moment hebt. En als je weet dat er een betere variant kan komen waar we allemaal meer profijt van hebben en die toch minder voor de belastingbetaler gaan kosten, dan hebben we dit goed gedaan. Dan is het goed gekomen. Dus mijn ESM heeft voor iets goeds gewerkt en nu is er een mooie variant waar ook ik erg blij mee ben. Goede Europese airportverbindingen is zeker een van onze punten en waar ik me ook persoonlijk voor zal inzetten. En is ontzettend goed voor onze regio in Flevoland, zeker. Waarom bent u eigenlijk op de lijst gegaan voor de Europese verkiezingen? Nou, ik ben vorig jaar gevraagd. Zoals jullie allemaal weten ben ik een tijdje uit de politiek geweest. En ik ben ervoor gevraagd om toch, nadat ik de leeftijd 50 had bereikt, om erna toch me voor deze doelgroep in te zetten. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik vind het erg belangrijk dat ook de doelgroep 50+, dat ik me daarvoor kan inzetten. Maar laten we wel wezen, 50+ is voor jong en oud in Nederland. Want het gaat ook over de mensen die later de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dus integraal voor jong en oud zijn we bij 50+. En de laatste van vandaag is Jerzy Soetekau. Hij staat voor de Partij van de Arbeid op de lijst, op plek nummer 21. En ook hij is geen onbekende in de politiek. Hij is hier in Almere wethouder. Als lijstduwer, plek 21 op de lijst van de Partij van de Arbeid, ondersteun en duw ik letterlijk de kandidaten voor me. En laat ik daarmee in daad en woord zien dat ik hun missie omarm. Ja, u zegt lijstduwer, want u staat wel op een onverkiesbare plek. Ja, zeker. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Almere, dus het is ook de bedoeling dat die plek onverkiesbaar blijft. En het is in die zin echt om in woord en gebaar duidelijk te maken, dit is een lijst waar ik veel vertrouwen in heb. En is ook een verkiezing die er echt toe doet. Is het wel iets voor u dan, Europa? Ik heb in het verleden me heel veel bezig gehouden met internationale betrekkingen. En zoals ik al zei, Europa is ontzettend belangrijk, niet alleen vanwege de grote lijnen, maar ook voor heel kleine tastbare projecten. We staan hier bijvoorbeeld bij het PIT, een van de mooiste en gezichtsbepalende pleinen van Almere, vind ik zelf. Met het museum over de politieauto's onder andere. Ja, precies. En een van de redenen ook waarom de Veiligheidsdag georganiseerd wordt in Almere. En heel veel mensen weten niet dat initiatieven als deze gefinancierd worden vanuit de Europese Unie. En niet alleen dit, denk ik bijvoorbeeld aan werkbegeleiding van praktijkonderwijs op weg naar een eerste baan. Denk aan de bereikbaarheid van Almere Stadcentrum. De Europese Unie draagt bij aan allerlei goede projecten die ook in Almere het verschil kunnen maken.